Hallo, Supertruc. Hey, hey. Oh, wat een mooie kerstboom. Prachtig. Laten we nu een warm chocolademelk drinken terwijl we wachten op de kerstman. Oh, wat was dat? Waar kwam dat cadeau vandaan? Maar dat is de kerstman. Hij verliest de controle over zijn slee. Supertruc, laten we hem volgen. De kerstman gaat neerstorten. Kerstman, bent u in orde? Kerstman, u bent ziek. Is dat waarom u uw slee niet kon besturen? Maar hoe ga je nu de cadeautjes bezorgen? Supertruc, kan jij helpen? Een helikopter? Waarvoor ga je die gebruiken? Oh, je gaat de kerstslee slepen. Goed idee. Nu kan de kerstman doorgaan met de cadeautjes afleveren. Het is een kerstwonder. Het is zo leuk om op de kerstslee te rijden. Oh, we vliegen boven Massimo's bandenwinkel. De kerstman is in de stad, Massimo. Hier is een cadeautje voor jou, Massimo. Gezondheid, kerstman. Gelukkig kerstfeest, Massimo. Iemand komt naar je toe, Tom. Wees maar niet bang. Het is de kerstman. Fijn kerstfeest, Tom. Oei. De verkoudheid wordt erger, kerstman. Laten we vlug de laatste pakjes bezorgen. Ik denk dat we bijna klaar zijn. Kerstman, ga je weer niezen? Oh nee, de kerstman nieste zo hard dat de sleepkabel gebroken is. Supertruc, je moet iets doen voordat de kerstslee weer neerstort. Een parachute? Goed idee! Probeer de parachute aan de slee vast te maken. Goed gedaan! Phew! Goed geland. Ik hoop dat je snel beter bent, kerstman. Gelukkig heb je hier veel vrienden die voor je kunnen zorgen. En jij, Supertruc, bedankt dat je kerst gered hebt. Goedemorgen, Lily. Goedemorgen, kleintjes. Zijn jullie aan het dansen? Oefenen jullie voor een musical? Wat leuk! Toi, toi, toi! Het betekent veel geluk. Hallo, Massimo. Heb jij de kostuums bij je? Perfect. Waarom is hij leeg? Oh, nee. Lily heeft gelijk. Ze zijn door dat gat gevallen. Geen zorgen. Supertruc weet wat hij moet doen. Sorry dat ik je inspectie van het stroom verstoor, maar de kleintjes moeten hun kostuums vinden voordat de musical begint. Kan je helpen? Perfect, laten we gaan.
De show gaat binnenkort beginnen. Hoe ga je het oplossen, Supertruc? Goed bedacht. Massimo, kan jij Supertruc laten zien waar je precies langs bent gereden vanaf het park? Perfect. Nu hebben we alleen nog een voertuig nodig die alle kostuums mee kan nemen. Een stofzuigervrachtwagen. Dat is perfect. Oké, jongens. We moeten opschieten. Aan de slag. Kijk, een kostuum. Gebruik je slang. Waarom werkt hij niet? Ah, je hebt per ongeluk op blazen gedrukt. Oeps, probeer het nog eens. Aha, kijk eens aan. Mooi. Daar ligt nog een kostuum. Oh, en nog één. Goed werk. Wow, wat is dat? Aha, kan je erbij, Supertruc? Je bent er bijna. Je hebt hem. En daar is de laatste. Nou, we hebben nu alle kostuums. Maar we moeten echt snel terug naar het park. Kom mee. Geen zorgen. Supertruc en Massimo hebben alle kostuums gevonden. Snel, kleintjes, kleed je aan voor de show. Jullie zien er prachtig uit. Zijn jullie klaar voor het optreden van je leven? Oh jee, de geluidsboxen werken niet en de muziek speelt niet af. En de hele stad is hier om de show te zien. Supertruc, gebruik je ST-3000. Perfect. Nu kan je de muziek afspelen, Supertruc. Dat is een beetje zacht. Geen zorgen, zet hem harder. Perfect. Laat de show beginnen. Wauw, moet je de kleintjes zien. Zoveel talent. Haha, Massimo. Jij moet ook meedoen met die bewegingen. Goed gedaan, Supertruc. Je hebt de dag gered. Veel plezier, jongens. Wat is je nieuwe creatie, Dr. Zig? Oh nee, je hebt Supertruc gekloond. De robot leeft en hij ziet er gemeen uit. Leuke Halloween kostuums, baby's. Wees voorzichtig, baby's. Oh nee, het snoep. Je bent niet aan het dromen. Dat was je boze tweelingbroer. Oh nee, de baby's denken dat Supertruc het snoep heeft gestolen. Je moet het snoep terug zien te krijgen, zodat ze weten dat je onschuldig bent, Supertruc. Tijd om te transformeren. Tijd om wat tovertrucs te gebruiken. De toverspreuk zal de robot stoppen. Dat scheelde niets. Je moet de man pakken voordat de robot ontsnapt.
Bros. De baby's zullen wel wachten. Nu alles weer in orde is, is het tijd om naar de Halloween kostuumwedstrijd te gaan. Het is de Halloween kostuumwedstrijd. Supertruc en de baby's willen ook meedoen. Ben je van plan te winnen met dat kostuum, Dr. Zig? Wat ben je nu weer van plan? Kijk uit! Slijm verpest iedereen zijn kostuum. Iedereen, behalve die van jou, Dr. Zig. Oh nee, de Halloween kostuumwedstrijd is verpest. Dr. Zig heeft zijn kostuum nog, dus hij is de enige die kan winnen. Dat is niet eerlijk. Dr. Zig is vals aan het spelen. Kun jij hier iets aan doen, Supertruc? Een magische wasstraat. Dr. Zig moet een lesje leren over eerlijk spelen. Tijd om de ST-3000 te gebruiken. Een slijmpistool? Geweldig! Dat is wat je bij de andere deelnemers gedaan hebt. Niet zo grappig. Ofwel, jij mag niet meer meedoen. Het tovenaarskostuum heeft gewonnen. Hou je nu nog steeds niet op, Dr. Zig? Kijk uit, Supertruc! De robot is nu vriendelijk. Het ziet er naar uit dat Dr. Zig het nooit zal leren. Wauw, Massimo. Dat was ongelooflijk. Oh, hoi Carl. Is het nu jouw beurt? Iemand heeft je hulp nodig, Carl. Zet de stunttraining maar even op pauze en ga snel naar huis. Het is Karin. Ze is bij de eendenwedstrijd bij het kanaal. Zo te zien zitten de eendjes vast in het water en ze beginnen een grote berg te vormen. Oh nee, als het water overloopt, ontstaat er een overstroming. Het water stijgt en stijgt, Carl. Kan je helpen? Perfect, laten we gaan. Er zijn zoveel eendjes opgestapeld. Hoe kan je dit nou oplossen? Moet je al die rotzooi in het kanaal zien? Wat ga je nu doen? Waarin ga je transformeren?
Je bent een super vuilnisauto. Fantastisch. Niemand moet afval in het water gooien of op de grond. Daarvoor zijn vuilnisbakken. Je moet sneller werken, Supertruc. Het water stijgt echt heel snel. Phew, dat scheelde weinig. Goed werk, Supertruc. Nu is het kanaal weer helemaal schoon. De rubber eendjes kunnen nu weer bewegen. En het water zakt weer. Oh nee, een kleintje probeert een eendje met zijn wiel te duwen. Hij gaat vallen. Snel, hij kan niet zwemmen. Phew, hij heeft een zwemvest aan. Het is in orde. Het is je gelukt, supervuilnisauto. Goed gedaan. Hier is een prijs, Supertruc. Je hebt ons geleerd dat we vuil niet op straat moeten gooien. Zo behouden we een schone, gezonde planeet. Volgens mij staat er een missie op je te wachten. Goed gevangen, Supertruc. Je moet snel naar je basis. Graag gedaan, Walter. Babs hielp Ben met de hooibalen. Toen gingen de kleintjes haasje overspelen en veranderden de grond in modder. Nu kan ze haar werk niet afmaken en ze wil Ben niet teleurstellen. Oh nee, ze heeft een platte band en kan niet verder werken. Ja, de weg moet eerst gerepareerd worden. Kleintjes, dat is genoeg. Moet je kijken hoe vies jullie nu zijn. Iemand die aan het werk is, kan je niet zomaar storen. Nu is Babs heel verdrietig. Ja, kinderen zijn kinderen. Een stoomwals? Waar ga je die voor gebruiken, Supertruc? Oh, aha!
Je gaat de grond weer vlak maken, zodat Babs er overheen kan rijden. Goed idee, kleintjes. Jullie kunnen helpen. Goed gedaan, Supertruc. Nu kan ze weer naar de boerderij rijden. Wow, Supertruc is de sterkste truc. Goed gedaan allemaal. Maar Babs kan niet verder werken zonder banden. Het is goed dat het jullie spijt. De ST-3000? De laser? Cool! Ze zijn gemaakt. Goed gedaan. Ja, ik wist ook niet dat een dinosaurus van hooi was gemaakt. Wat een prachtige dag.